George, dit is mama Big en dit is papa Big. Peppa Big. Slaapfeestje. Het is al laat. Peppa is op weg naar een slaapfeestje met Joey Zebra thuis. Hallo Joey. Hoi Peppa. Welkom op mijn slaapfeestje. Ik haal je morgenochtend weer op. Tot morgen, Peppa. Dag. Hallo allemaal. Hallo, hallo Peppa. Ik heb Teddy bij me. Hallo allemaal. Joey heeft een speelgoedaapje. Olivia heeft haar kikker. Suzy heeft haar uil. En Kelly heeft haar wortel. Wortel. Meneer Zebra zit televisie te kijken. Ik zat naar iets te kijken. Maar dat was een beetje saai, hoor, papa. Meneer Zebra moet nu gaan slapen. Hij moet morgen weer vroeg op om de post te bezorgen. Dat is waar ook, mama Zebra. Niet te lang opblijven. Veltristen, mama. Peppa en haar vriendinnetjes gaan nu hun slaapzak leggen. Zoe's kleine zusjes, de tweeling Suze en Zaza, willen ook bij het slaapfeestje zijn. Dit slaapfeestje is alleen voor grote meisjes. Oh, ze zijn zo lief en schattig. Mogen ze blijven? Oké. Maar dan moeten jullie beloven dat jullie wakker blijven. Dat beloven we. Wauw, een piano. Ik zit op pianoles. Luister maar. Twinkle, twinkle, kleine ster. Mag ik ook een keer? Alsjeblieft. Twinkle, twinkle, kleine ster. Oh, wat sta je hoog en ver. Sst, jullie moeten stiller zijn. Anders kan meneer Zebra niet slapen. Hup, vlug je slaapzak in. Wat zullen we nu gaan doen? Op slaapfeestjes is er altijd wel een eetfestijn. Wat is een eetfestijn? Dan eet je dingen in het geheim. Oeh, ik hou wel wat lekkers. Maar we moeten heel erg stil zijn. Sst, Suzy. Sst, papa, stil nou. Mevrouw Zebra is wakker geworden. We hebben het beste eetfestijn van de hele wereld. Wat is hier aan de hand? Jullie maken meneer Zebra wakker. Wie van jullie kan er een mooi verhaaltje voor het slapen gaan vertellen? Ik ook. Ik begin wel. Er leefde lang geleden een heel erg klein veetje. Nu ben jij, Peppa. En ze woonde in het grote bos. Ze was werkelijk prachtig. En ze had een toverstokje. Mooi hoor. Jouw beurt, Olivia. Wat gaat er nu gebeuren? Tja, dat weet ik dus niet. Zeg gewoon wat er in je opkomt. Zolang het maar niet saai is. Oké. Het kleine veetje ontmoette een groot monster. En die zei... Hey, dat is ze! Wat is dit voor lawaai? Oh nee, het lawaai heeft me niet zeker wakker gemaakt. Sorry, papa. Het kwam door het veeënverhaaltje. En het enge monster. Maar we willen graag weten wat er verder gebeurt. Ja, dat snap ik. Het monster zwaaide met zijn grote harige klauwen. Ah. En hij stampte dreunend met zijn grote harige voeten. Oeh. En hij